is het om nou die dansschool vaarwel te moeten zeggen? Nou, ik was daar eerst al een beetje bang voor. Maar je bent dan zo druk, alles ontruimen. Moesten we 9 weken naar de tolplas, maar we moesten overbruggen. Dan moet je het hele huis weer opknappen, het nieuwe huis. Nou, dan ben je al een paar maanden verder. Dus zo langzamerhand begon je er wel aan te wennen. Dan krijg je alle visites erbij. Nou, en dan de mooie zomer. En dat was natuurlijk ook prachtig. Ja, want vanavond wordt hier een klein stukje nostalgie teruggehaald. Hoe is het om die sfeer van vroeger weer een klein beetje terug te zien? Oh, heerlijk, heerlijk. Je kent iedereen. Ja, dat is gigantisch. Er zijn heel veel mensen die jaren 60, 70 les hebben gehad. Die zijn er ook nu. Ja. Dat is voor jullie wel heel leuk, hè? Ja, zeker. Je ziet een heleboel oud-leerlingen. Hè? Oud tussen aanhalingstekens. Maar ja. En dan hebben we de zondag 17 februari aanstaande. De reunie. Ja, dat is dus ook hier in het huis van Katoen en Nu. En dat is 's middags van 3 tot ongeveer 7 uur, 7:30. Ligt eraan hoe druk het wordt. Ja, dat wordt ook een heel mooi iets. Maar vanavond eerst gaan jullie zo meteen de dans openen, begrijp ik, hè? Ja, zeker. Ja, daar beginnen we mee. Ja, kijken of we het nog kunnen. En als jullie er dan bij komen, dames en heren, dan gaan we er vast gewoon een gezellige avond van maken. Komt u maar! Komt u maar. Ik mag wel zeggen, het is een feestje om zoiets te mogen organiseren. Het zijn, Johan en Sjaan zijn natuurlijk heel leuke mensen om iets mee te organiseren. De hele expositie is al een feestje. En dit is ook weer een topper. Een kers op de taart voor jullie dus. En hoeveel mensen zijn hier vanavond ongeveer? We zijn vanavond uitverkocht. Als iedereen binnen is, de gasten komen nog binnen. We hebben zo'n beetje 150 man binnen. En er mag gedanst worden, hè? Er mag volop gedanst worden vanavond. En er komen nu al vragen van, gaan we dit vaker doen? Als het een succes is, gaan we dit zeker vaker doen.